een moment dat uw energiefactuur voor u een van de meest belangrijke aandachtspunten is geworden, is het ACO-bouwteam al jaren gespecialiseerd in het bouwen van lage energiewoningen. We hebben er al altijd naar gestreefd om de beste kwaliteit te geven. In het verleden hebben we heel veel aandacht besteed aan onze isolatie en zo. Als onze projecten uitgevoerd zijn, controleren we die ook altijd met blauwerdoortests, met warmtecamera's. Dat doen we in de winter dan. En daar zien we eigenlijk waar dan de warmteverliezen zijn, of de mogelijke warmteverliezen. En bij ieder nieuw project geven we daar dan meer aandacht aan, zodanig dat we eigenlijk praktisch geen warmteverliezen meer hebben. Deze bouwondernemers behoren nu tot de eersten die het vooruitstrevende principe van nul energiewoningen op de markt brengen. Wij willen daar een doorbraak in betekenen en wij hebben ervoor gekozen om dat eigenlijk te introduceren hier. Dat is onze doelstelling, altijd het beste op de markt te brengen. Een doorbraak niet in het minst omdat deze bouwers naast het toepassen van hun geavanceerde isolatietechnieken de warmte pompen uit de grond. Met bodemwarmte of geothermie zorgen deze bouwers ervoor dat uw energiefactuur letterlijk de grond wordt ingeboord. Ik denk dat iedereen daar wel tevreden van wordt als je geld op die manier kan uitsparen. Met de inzet van hun vooruitstrevende technieken beantwoorden deze appartementsgebouwen nu al aan de Europese energienormen voor 2020. Om de kennis die we nodig hadden om onze energiezuinige projecten te kunnen realiseren, om die kennis te verzamelen, zijn we wel ons licht moeten gaan opsteken in het buitenland. Met name Nederland, Duitsland, Oostenrijk, daar zijn ze wel al veel langer bezig. Energie-neutrale woningen produceren groene energie, maar voor het zover komt, gaat er veel planning en voorbereiding aan vooraf. Ervoor zorgen dat een hypermodern verwarmingssysteem resulteert in lage energiewoningen, begint met het toepassen van de beste isolatiesystemen. Voor de luchtdichtheid zijn de type binnenmuren heel belangrijk, de manier waarop dan ze geplaatst worden. Dan de tweede plaats, wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is het type isolatie die 12 centimeter dik is, polyurethaan. Alle naden dichtgespoten met polyurethaan ook, nog extra afgetaped. Het daaropvolgende principe dat wordt toegepast, is dat van het klimaatplafond. Wij plaatsen klimaatplafonds. De verwarmingselementen zitten in de beton ingewerkt. En de warmte straalt uit een plafond eigenlijk. Sommige mensen vinden dat een bizarre logica, waarom dat we kiezen voor warmte uit het plafond te voorzien in plaats van uit de vloer. Maar de plafondverwarming werkt eigenlijk als de stralingswarmte van de zon. Dus de warmte wordt naar beneden gestraald, dus heb je op die manier toch een aangenaam klimaat in je woning. De klimaatplafonds maken het gebouw een heel stuk energiezuiniger. Bij gewone wandradiatoren moet het water immers worden opgewarmd tot 65 graden. Op die manier wordt er veel energie verspild. Bij klimaatplafonds moet het water maar worden opgewarmd tot maximum 35 graden Celsius. Voor ons is het belangrijk om een goed product op de markt te brengen. De meerwaarde van die klimaatplafonds is vooral ook dat er in de zomer kan gekoeld worden. En tegenwoordig is dat het grootste probleem in woningen, doordat ze zo goed geïsoleerd zijn, dat er in de zomer eigenlijk meer last is van oververhitting dan dat er nood is aan verwarming in de winter eigenlijk. Constante warmte in kille wintermaanden en aangename koelte tijdens een hete zomer dus. In ieder appartement staat er een warmtepomp, vandaar wordt alles gestuurd. Dat is de technologie die ervoor zorgt dat er voor de verwarming van deze appartementen geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn. Naar rendement toe is dat het beste systeem. Opdat de warmtepompen het werk zouden kunnen verrichten dat van hen wordt verwacht, zijn putboringen naar grote diepte nodig. Hier in dit project hebben we dus grondboringen laten uitvoeren die gaan tot een 120 meter diep. Op de bouwwerf wordt een boortoren ingezet met hydraulische arm die de boor tot op grote diepte brengt. Iedereen bevestigt dat de verticale boring dat het beste systeem is. Omdat de grondtemperatuur is altijd constant. Wanneer heb je warmte nodig? Dat is in de winter. Je hebt ook een systeem met lucht die je cv-water verwarmen. Maar in de winter is je luchttemperatuur kouder, waardoor dat er meer energie moet opgewekt worden voor die tot een goede temperatuur te krijgen. Met bodemwarmte heb je dat niet, omdat zomer en winter is de bodemtemperatuur hetzelfde. Nadat de boring is verricht, worden de warmtegeleiders naar de diepte van 120 meter gebracht, waar de temperatuur constant is. Vervolgens worden de geleiders uit de boorputten via sleuven met elkaar verbonden, om zo de geleiding van primaire warmte naar de warmtepomp in ieder appartement mogelijk te maken. Vanaf de warmtepomp vertrekt er dan nog een tweede circuit die in de woning loopt.
Dus dat zijn twee aparte circuits die de warmte produceren eigenlijk. Het ene is voor de warmtewinning en het andere circuit is voor de warmteafgifte. De warmtepompen vormen een stevige besparing op de energiekosten van de bewoners. Ze verhogen het leefcomfort en ze creëren een meerwaarde voor je appartement als je dit later zou verkopen. Ventilatie die met sensoren wordt aangestuurd, driedubbele beglazing, domotica en geluidsisolatie. Dit alles maakt van deze appartementen een zeer duurzame investering in de toekomst. We hebben ook als voordeel, we zijn een familiebedrijf, we zijn heel dynamisch. En ook onze werkingskosten liggen lager dan de hele grote bedrijven die een vaste kosten hebben met heel veel personeel in dienst. Zodanig dat we dus eigenlijk wel de woningen, de laag-energiewoningen, met de nieuwe technieken kunnen aanbieden aan een prijs die eigenlijk conform de marktprijs is voor een klassieke woning. Deze appartementen voldoen aan de energienormen voor 2020. Dit, samen met de toegepaste technologie en kennis van het ACO-bouwteam, maken deze bouwprojecten tot de meest vooruitstrevende in de regio.